Ja, afgelopen voorjaar kwam het uh, trieste nieuws. Brasserie de Schie ging dicht en dat was voor een hoop mensen een teleurstelling. Maar er is goed nieuws. Bart Nielstraat, de nieuwe eigenaar. Bart, waarom Brasserie de Schie? Ja, een prachtige locatie langs het water. Uh, als je ziet hoe die uh, locatie uh, opgebouwd is door uh, André en Mirjam, dan, uh, ja, dan is dat gewoon prachtig om hier te mogen zijn. Um, de locatie aan zich tussen, tussen Schiedam en, en uh, Delft in ook echt enorm mooi. De route daarheen, midden in de natuur. Ja, het is een, uh, een prachtig plaatje aan zich. Wat is jouw eigen horeca-achtergrond? Uh, ja, ik, ben, uh, ik kom van, uh, van Scheveningen, dus uh, eigenlijk heel veel uh, op het strand gestaan. Maar ook in de, in de Haagse horeca uh, kon je mij wel vinden. Uh, naast uh, mijn studie, die ik ooit toch heb getracht te doen, uh, heb ik eigenlijk altijd gewerkt in de horeca. En uh, vanaf mijn 24e uh, ben ik echt gaan focussen op, uh, op het mooie vak, de horeca. Uh, de laatste zes jaar gewerkt bij uh, de firma Simonis, bij uh, Catch Encore. En daar heb ik uh, nog de laatste puntjes op de i gezet wat betreft uh, uh, de echte horeca. Het probleem van de vorige eigenaar was eigenlijk de koks. Hoe komt het nou dat er haast geen koks meer zijn? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het toch een, een vak apart is. En vooral uh, denk ik de werktijden, uh, de druk die er op een keuken staat, uh, dat dat toch kan zijn dat veel mensen afhaken. Uh, vooral op de lange termijn. Dus in het begin is het hartstikke leuk. Uh, maar ja, er zit uh, militaire precisie, uh, komt er toch wel bij kijken. En het kan soms ook wel hard aan toe gaan in de keuken. Ja, nou, zegt men wel eens van uh, in een nieuwe zaak moet je nooit dingen veranderen. Hoe sta jij daarin? Nou, ik denk altijd dat uh, verandering altijd lastig is. Maar uh, in dit geval uh, zullen wij geen grote veranderingen doen. Uh, we geven onszelf eigenlijk een, een, een twee tot vijf jaar. om langzaam de brasserie uh, de toekomst in te trekken. Uh, dus iets, iets spannendere gerechten. Er uh, wordt meer gekookt, we gaan wat leukere cocktails doen. Uh, er zal ook in het interieur uh, links en rechts wat veranderen. Maar dat zullen we allemaal geleidelijk aandoen. Zodat wij vooral onze, onze oude gasten, uh, die, die hier al kwamen, uh, niet zullen afschrikken. Maar vooral ook een hele nieuwe doelgroep zullen aantrekken. Nou, je komt al nieuw in de zaak. Uh, je kijkt om je heen. Wat zijn dan de eerste dingen die je wil veranderen? Nou, het veranderen was voor, voor mij aan zich uh, eigenlijk wel de kaart. Uh, ik... ik, ik uh, ik heb heel veel respect voor wat André en Mirjam hebben gedaan in de afgelopen twee jaar. Maar ik, uh, ik, met, mijn, met mijn achtergrond en vooral het hele team wat wij hebben neergezet, kunnen wij gewoon uh, wel echt spannende dingen doen. Ook gerechten uit het Midden-Oosten, Azië en uh, andere windstreken kunnen wij uh, neerzetten. Uh, daarnaast ook uh, mooie cocktails die uh, ook weer wat meer uh, richting 2024 worden getrokken. Nou, is het zo? Je moet natuurlijk eerst eventjes proberen, zoals het heet. Wat is je schema? Wanneer gaat de zaak echt open? Nou, we gaan dit weekend gaan wij proefdraaien. Dat betekent dat wij vrienden en familie hebben uitgenodigd om, uh, om even lekker uh, hier te komen en uh, te kunnen ervaren. En vooral is het voor ons uh, ervaren hoe de zaak draait, hebben we de juiste keuzes gemaakt op basis van de kaart, uh, gerechten, uh, snelheid en uh, wat gebeurt er als de zaak vol zit. Dat weten wij natuurlijk uh, wel uit ervaring, maar niet op deze locatie. Uh, daarnaast is het dan uh, vanaf donderdag 14 november vanaf 5 uur is iedereen welkom hier te komen. De komende vijf maanden zullen wij donderdag tot en met zondag open zijn en we hopen vanaf 1 april lekker zeven dagen open te kunnen gaan. De feestdagen komen eraan. Mirjam en André, vorig jaar waren in no time uitverkocht met de kerst. Verklappend, maar ben je open met de kerst? Wij pakken tweede kerstdag er zeker bij. Dat valt dus ook gewoon op de donderdag. We hebben besloten om eerst de kerstdag lekker te geven aan ons personeel. Zodat zij ook een leuke dag hebben. Tweede kerstdag, is iedereen van harte welkom voor de lunch of voor het diner. En uiteraard zijn we de rest van het weekend ook gewoon geopend. Dus je kunt eigenlijk de kerst verlengen bij ons.